Ja, gasten, man. Nee, we moeten hier rechts zijn. Mama, kom eens even mee. Kom jij eens even mee met mij? Kom eens even de sleutel pakken. Wat? Wat is dit nou? Wat is dit nou voor teringzootje? Ja, en dan heb ik al gisteren de hele auto volgeladen met allemaal dozen plastic zooi. Jouw eigen doos ook? Die paste er niet in. Nee. Nee, dat werkte niet. En het was te goor om mee te nemen in je auto. Nee, het was niet goed bewerkt nog. Dus, goed bewerkt? Ja, je moet het natuurlijk netjes afleveren, hè? Wat? Oké. Maar het is in ieder geval hier echt een bende. Wat gaan we daaraan doen, mama? Ja, nou, ik dacht dat jij het geen bende vond. Jij zei, we zit niet te zeuren. Ik zei inderdaad, het is geen bende, zit niet te zeuren. Maar jij vindt het wel een bende. Ja. En wat heb ik te zeggen? Helemaal niks. Dus wat gaan we doen? Exactly. Opruimen. Ja, het moet nou georganiseerd gewoon. En heb je al laten zien wat er voor de deur ligt? Dat heb ik alleen al van zolder afgehaald. Ja, dat heb ik gisteren in de vlog laten zien. Gisteravond in de vlog. Twee dingen zijn een rotzootje. De garage en de zolder. Dus wat gaan we hier aan doen? We gaan het organiseren en opruimen. We moeten inderdaad, dat zei jij net, we moeten zo'n stellage erbij kopen. Ja, maar wacht even, dit is wel memory lane. Kijk, 1 april gaat jouw merch online. En dit was mijn oude merch. Maar dit ligt gewoon hier, heel zielig, hop, ergens hier tussenin. Hoe zielig is dat? Want dit is je aller... Dit is zo schattig. Kijk dat shirtje. Ja, dat was mijn eerste merch. Jij wilde toch naar de winkel gaan om zo'n extra stellage nou, bij te kopen? Ja, wat jij wil. Dat fijn. Ja. Nou, dan laten we dat doen. Hier staat nog een bak met van die ellende. Oh, ja, die staat hier gewoon ja, op de maar tijd. Ja, dat is het, hè. Orpies. Laatst, toen ging ik kruisboog schieten met mijn neefje, kregen we de pijlen er niet uit. We hebben het gewoon laten zitten. Een toetsenbord, een mini pingpongbedje en het scheerschuim zit er gewoon nog. Huh? Heb ik een laser? Oh, die is van Panzer. Die laser hebben we toen gebruikt toen we jouw halve tuin opbliezen. Oh ja. Waar hebben we dit mooie weer aan te danken? Oh mijn god. Het is goddelijk. Hoi. Oh, lekker. Oh, lekker nalekken. Deze baas, Stijn Barten, die had gereageerd wat ik op mijn whiteboard moest zetten. Je moet bij elke keer dat je naar de Mac gaat, een streepje zetten op je whiteboard. Nou, een beter idee kan niet. Hier, let op hè. Dit is toch geniaal. Dit is geniaal. Mac counter. Kijk, ik heb een beetje 3D-stijl aangenomen. Het is gewoon heel simpel wat we gaan doen. Kan ik met één hand de dop eraf halen? Ja, dat kan ik zeker. Elke keer als ik naar de Mac ga... Eén streepje. En laten we dan aan het einde van dit jaar kijken hoeveel streepjes hier allemaal komen te staan. Ik hoop dat het er niet al te veel worden, maar je weet het nooit. We gaan het gewoon bijhouden. We gaan het bijhouden vanaf nu, vanaf vandaag. Dus help me herinneren als ik naar de Mac ga, dat ik dit ook op mijn bord moet zetten. Elke keer. Help me herinneren, want jullie weten hoe ik ben. Ik vergeet alles. En dit mag niet vergeten worden, want dit is gewoon geniaal om bij te houden. Deze kan dan weg voor nu. Zo. Nou, ik ben benieuwd. Als jullie nog andere ideeën hebben, kan je het natuurlijk altijd laten weten. En voor nu hebben we de millipercentage en de Mac counter. Dit bedoelde mijn moeder net. Kijk eens wat een rotzooitje. Dit is alleen van zolder. Oud karton. Van mijn One Wheel. Van mijn PlayStation. Hier, je ziet daar Call of Duty Black Ops 3, geloof ik. En daar zie je oude beeldschermen. Daar nog een oud beeldscherm. Sleetjes. Een doos van mijn statief. Allemaal rotzooi. Eigenlijk bijna allemaal van mij. En dat gaan we zo wegbrengen. En dan halen we een paar mooie stellages. Dus eerst naar de gemeente, Bobo. En dan gaan we naar de bouwmarkt. Zou je graag mee willen? Jazeker, maar jij mag niet, hè? Je bleef echt lang stilzitten. Nog een keer. Jij vindt ook alles goed, hè, Bobo? Jij vindt ook alles goed, hè? Wat ben jij schattig. Boep, 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 boep. Oh, ga je pootje geven? Heb je het warm? Ja, het is een beetje heet hè, vandaag. Maar het is wel mooi weer. Ja. Ja, godverdamme. Ah, oh. We zijn afgelaaien. Zo gaan we weer met de Ferrari op pad. Het brengt ons weer van A naar B. Er gebeurt hier nooit wat in het dorp. Nee. Er gebeurt hier nooit wat in het dorp. En nu staat er ineens een kermis midden in het weiland. Nee, joh, geen kermis, een circus. Een circus, ja. Met ponies, zag ik. Ponies, is het ponies of ponies? Ponies, een pony heb je op je voorhoofd. My little pony. Die heb je in je broek zitten. Nou. Wat zeg je als je heel veel karton eet? Oh, mijn buik voelt kartonnetje rond.
slaat helemaal nergens op. Karton smeten. Auwe. Oh, mijn kruisboogdoos. Daar zat agressie in, mam, dat zag ik. Nou, daar gaat mijn one wheel doos. Rip. Ook al heb je niks meer aan die doos, ik vind het toch een soort zonde of zo. Hé, mama, laatst was ik met Mees. Mm-hmm. En toen vonden wij een luchtbugskogel in de auto. Waarom zit hier een luchtbugskogel in je auto? Ben je op pad geweest? Geen idee. Nou, ik maak een... Die gooit hem er gewoon voor, ze kijkt niet eens. Je weet niet waarom er een luchtbugskogel in je auto ligt? Nee, nee, ja, ik schiet niet met dat ding. Misschien is het een vulling van papa, die heeft zo'n... Het lijkt wel een beetje op papa's gebit. We zijn op zoek naar stellages. Wobisdoe. Heb jij ze al gezien? We zijn nu al letterlijk bij het einde. En we hebben ze nog niet gevonden. Die ene kinderband, die verkoopt nu ook kergers van die hoge drukspuit. K3. Mam, ja. Kom eens. Ik heb iets gevonden. Kijk, ze verkopen jou hier. Een latje. Een plank. Ja, heel leuk, Don. Weet je van welke plant je altijd schrikt? Bamboe. Ik ben weer in de winkel, hoor. Twee dingen, woordgrap en mijn moeder belachelijk maken. Of een combinatie daarvan. Oeh, dit zijn van die leuke stickers. Kijk, deze kan ik op mijn kamer hangen als ik 's ochtends wakker word met een stinkmuil. En deze? Deze sticker kan ik ophangen als ik de hele dag Harry Potter kijk. Hier eentje van mijn YouTube kanaal. Deze is voor mijn moeder, die waarschuwt me altijd overal voor. Oh kijk! En hier eentje voor Bobo en Pien. Deze willen denk ik alle ouders in Nederland ophangen. Deze zou mijn moeder ook wel willen ophangen. Die wil dat ik minder naar de Mac ga. Hey, gevonden! Hieronder liggen ook koelen. Kijk, die zijn een stukje goedkoper. Deze hebben we in de garage staan, mam. Daar zitten houten planken in hier zo. Kijk, en dat houdt 175 kilo. Mijn moeder zat naar deze te kijken, maar dit is staal. Maar deze past wel beter bij de garage. En daar kan 175 kilo op. Per plank, dat is best veel. En... Nou, perfect. Meenemen en wegwezen. Alleen, we hebben geen car. Dus nee. We moeten nu weer helemaal terug. Ja. Want dit is helemaal achterin. Jij gaat helemaal terug. Oh, jij blijft hier staan met je luie anus. Ja, nou hebben we geen karretje. En nu staan we wel voor een lastig pakket. Ja, zeker weten. Je zoon is weer zo lief om een karretje te halen. Oh, moet ik jou... Je zakt er bijna doorheen, joh. Normaal. Dom, dom. Dit ding stuurt heel onlogisch. Kijk, die achterwielen die draaien, maar de voorwielen zitten vast. Dat stuurt heel raar. Zie je? Ik kan niet recht sturen. Nee, ik kan niet draaien, want... Hoe moeilijk is het? We zijn er. Hier, voel eens aan hoe raar dat ding stuurt. Eindelijk een rollator. Het werd tijd. Voel aan hoe dat ding stuurt. Ja, niet. Heel raar, hè? Ja. De voorwielen draaien niet mee, alleen de achterwielen. Bizar. Wacht, nu ga ik erop staan, ja? Wat ga je doen? Oh. Ja, passen, mam. Nee, we moeten hier recht zijn. Inladen. Ja, kijk eens. Ik doe die ander wel. Zwaar metalen opbergrek. Nou, dat is de merk ook. Gaat ze weglopen. Nou, ga maar weer zitten, mam. Dan zal ik u voortduwen. Als jij de camera even vasthoudt, dan is het allemaal goed. Ga jij vloggen, mam? Ja. Kijk. Oh, ja, hij gaat al bijna vallen, die camera. Hoe hou jij die camera vast dan? Nou, gewoon. Je houdt hem... Don, je zit al bijna hier bovenop. Kijk naar uit. Ik doe rustig. Kijk, een hele dikke hommel. Stop. Mam, dat boeit niemand. Echt wel. Jij bent een kloothommel. Ja. We hebben hier allemaal geen tijd voor, mam. We hebben geen zin in hommels. We moeten snelheid maken. Don, niet zo... Oeh! Dom, ik kap ermee. Hier, daar ga ik echt niet in. Mam, ik heb eindelijk iets gevonden waar jij je schaamhaar geweldig mee kan. Nee, dat kan echt niet in de vlog. Ja, ik heb wel een nieuwe snoeischaar nodig trouwens. Mijn moeder heeft dus een snoeischaar gekocht, een soort plantenschaar. Is dat zodat je nog beter kan scharen? Dat je beter kan snoeien. Maar deze zie je niet heel vaak, hè? Ze zijn best zeldzaam, heel schaars. Ja, bleef klim. We zijn weer thuis en mijn moeder die is lekker tosties aan het maken. Wat nu de planning is, is dat we hebben nu die stellages in huis. En dan morgen gaan we met de grote schoonmaak beginnen alles opruimen. En dan gaan we ook ordenen. Ordenen doen we ook morgen. En dan zetten we die stellages neer en dan hebben we weer alles gewoon goed georganiseerd. Mijn vader en ik geven er helemaal niks om. Maar mijn moeder vindt het fijn. En ja, ze is de dictator, dus we moeten naar haar luisteren. En weet je wat er morgen ook gaat gebeuren? Mees komt weer. En wie is daar heel blij mee? Mijn moeder. Lekker de hele tijd Mees in mijn aura. Heerlijk. Hé, Mees? Mees en ik zijn zo druk. Mijn moeder en mijn vader, die denken soms... Oh my god. Nee, maar Mees, je bent een schat. Mees, je bent een schat. Ik zou je doen. Ik heb mezelf lekker opgefrist. Ik ben op mijn one wheel gestapt.
En ik heb het helemaal nog niet tegen jullie verteld, maar er komt iemand genaamd Simon. Die komt bij mij een interview afleggen voor school, voor een schoolopdracht. Best wel grappig hoe Simon en ik elkaar hebben leren kennen. Hij designt wel eens dingetjes voor me, plaatjes, mijn logo, weet je wel. En toen, we hebben elkaar eigenlijk leren kennen via internet. Toen toevallig, ja sorry, ik kom niet helemaal lekker uit mijn woorden. Hoi! Zo, wordt zwaar genegeerd. Oké. We kenden elkaar via internet. Toen toevallig hebben we elkaar een keer gezien. Oh, gaat dit lukken? Oh, ja. Toevallig hebben we elkaar een keer gezien in Kreta, was het geloof ik, in Griekenland. Echt puur toevallig. We waren allebei op hetzelfde resort. En nu ga ik hem ophalen, dus volgens mij zie ik hem al staan. Heeft hij nou dezelfde jas als ik? Ik ga hem ophalen bij de bushalte namelijk. Maar ik heb het gevoel dat ik iets vergeet te vertellen, maar ik ben al te laat. Ik heb alleen maar onder de douche gestaan. Ik heb overal jeuk, ik ben helemaal uitgedroogd. En mijn batterij is ook nog leeg, zie ik. Yo! Jouw jas lijkt op die van mij, maar alles goed? Lekker, hoe is hij? Ah, kut. Ik dacht in de trein, ik ga het niet doen. Je trapt er toch in. Yo man, ik trek hem nu niet weg. Yes. Oké, wat dus de bedoeling is. Hij moet voor school een stuk of 6 vragen stellen. Ja, 10 waarschijnlijk, zoiets. Nou, 10. En die moet ik zo breed mogelijk, zo uitgelegd, best goed mogelijk uitleggen. Ik hoop dat ik het beter uitleg en praat dan die zin. Ja. Jij zegt tegen mij, ik ga het opnemen met een spraakmemo en dan typ ik het later uit en ik heb een fotootje nodig. Maar je komt helemaal uit Enschede. Ja. Je bent om 1:15 ben je gaan reizen met de trein. En ik heb je net 4:15 opgehaald. Ja. Alleen voor een spraakmemo. Ja. Maar konden we dat gewoon niet doen via Skype of bellen? Ja, dat bedacht ik me ook. Maar ik dacht, ja, dus net zo leuk. En het was al gepland, dus ik dacht, hè. Nee. Ik vroeg echt zo aan hem, wat is de bedoeling? En hij echt zo, ja, een spraakmemo. Ja. Nou, in het echt is altijd gezelliger. Dus ook al hebben we elkaar maar 1 keer eerder gezien in Kreta. Ja, nee, ja, ik doe bij Digi's Biering. Wow. Ook bij de Digi's Biering. Lastig uit, maar de Digi's Biering ook nog. Even kijken. 2 keer nog. Echt? Ja, mijn geheugen is echt een mand. Alles gaat er doorheen. Bijna alles. Oh ja, nee. Bij de YouTube Gathering 2 keer. En, of tenminste, twee keer, zeg maar, 2 edities. En nog in Kreta. Ja, die Kreta is me bijgebleven. Want toen hebben we met jouw zusje, geloof ik, hebben we echt de hele dag gezwommen en glijbanen. En, ja, ik zie dat mijn batterij op is. En dat is een mooi moment om te beginnen met het interview. Ja, yes. Ik ga stuk, jongen. Hij heeft 4 uur gereisd voor een spraakmemo van 7 minuten. 7 minuten, gast. Ja. Oeps. Maar het was wel een leuk kort interview over waarom ik YouTube doe en is dit mijn beroep en wat vindt mijn familie ervan en dat soort dingen. Dus wel grappig. Ja. Ja, dan moet ik dit nu gaan uitwerken en dan hopen dat ik een hoog cijfer krijg. Ja, ik hoop dat je een hoog cijfer krijgt. Ik zal het je laten weten. Is goed, man. Ik ga je niet gelijk naar huis sturen, dus we gaan even de woonwiel testen. Ja, oké, maar... Ja, het is een beetje spannend. Oké, wat je moet doen, zet gewoon deze hele voet zet je hier neer. Ja. De tweede zet je hier neer. En dan is het gewoon naar voorleunen en dan pakt hij automatisch balans. Wil je eraf zorgen dat je stilstaat? Ja. Zie die streep? Als in de streep op dat linker... Die blauwe streep, ja. Doe je 1 voet omhoog en dan gaat hij weer vallen. Dat komt omdat hij 2 drukplaten heeft. Dus dan meet hij maar 1 gedeelte van je voet en dan stap je, kan je afstappen. Oké. Ja, ik ga heel snel voorover. Als je je tenen erin zet, dan gaat hij een beetje... Nog eenmaal. Ik vind het heel gek. Maar hoe hard kan je hiermee? Hij gaat 31. Ja, dat is voor een andere keer. Ja, doe dat maar een andere keer. Oké. Waar moet ik dan nu druk op zetten dan? Aan mijn linkervoet. Ja, op je linkervoet. En dan een beetje naar voor leunen als in... Oh! Tot nu toe heb ik maar 1 iemand gehad die in 1 keer erop wegreed. Ja, voor de rest heeft iedereen hetzelfde als jij, hoor. Ik vind het erg bijzonder. Ja, het is ook zeker een bijzonder ding. En je moet hem helemaal uit Duitsland laten komen. Oh, als je hem wil hebben. Maar is hij niet te koop hier überhaupt in Nederland? Hij was wel ooit te koop in Nederland. Maar toen was hij uitverkocht en die ene winkel waar hij te koop was, die hebben ze nooit meer op voorraad gehad daarna. Oh, ja. Ik weet niet waarom. Misschien nu inmiddels weer wel. Maar ik heb daar een paar maanden op gewacht en hij kwam maar niet op voorraad. Dus toen heb ik hem uit Duitsland geïmporteerd. Kijk eens, hij doet het even hoor. Oh. Hij gaat. Oh. Ja. Kijk, dat is wel een begin al hoor. Ja, hij gaat steeds sneller joh. Oké, dat was het.
Ja, ben je klaar mee? Ja. Zo, nou dan ga ik jou weer naar huis brengen. Nice. We zijn thuis. Simon had als cadeautje had die eieren mee. Zijn ouders maken dus eieren. Of nou ja, de kip. De kip, hè? Nee, mijn ouders maken geen eieren, maar... Maar kan je dan ook je eigen ei kwijt bij je ouders? Ja. Nee, zijn ouders hebben een kippenboerderij. Ja, biologisch kip. Biologisch kippen, kijk, dat is heel goed. Dus hij had eitjes meegenomen voor mij. En dat was heel lief. Dus ik dacht, nou, als hij dan gratis eieren voor me meeneemt. Het waren er echt iets van 30 of zo. Ja, 20 volgens mij. Oh, 20. Nee, ja, denk ik wel. Maar boeit ik niet echt. Nee, maakt niet uit. Het waren er heel veel. Ik dacht, dan trakteer ik hem gewoon lekker op een Mackie. Okay, thanks. Oh, nee. Oh. Nee. Ik zag je hand omhoog gaan. Ja, nee. Is die kip ook gekweekt door je ouders? Niet door mijn ouders. Ik wel. Jij bent wel gekweekt door je ouders. Oké, hoe groot is de kans dat deze gasten me herkennen? Yo, boys! Hey, dat blijft zo leuk als je YouTuber bent. Knijterdikke A7. Oeh. We zijn op Centraal Station. Simon, ik moet om je lachen, weet je hoezo? Je lult aan één stuk door. Ja, is dat zo? Ja, je stopt gewoon niet. Nee. Okay. Nee, dan kan ik wel om lachen, hoor. Moet ik dat als een compliment zien? Nou, weet je wat het is? Je bent een vlotte luller. Je zou best goed dingen kunnen presenteren, denk ik. Ja, dat zegt iedereen. Ja, nou misschien moet je daar wat mee doen. Als je dat natuurlijk iets leuks lijkt. Ja. Als je nog met je hamburger tussen mijn tong en tanden. Gadverdamme. Ja, ik weet het niet. Ik weet sowieso nog niet echt wat de toekomstplannen zijn. Ik bedoel, ik ontwerp nu. Ik heb voor donder... Hier, dit bedoel ik. Hij gaat gewoon een heel verhaal beginnen. Maar ik heb dus voor Don de YouTube-banner gemaakt, die dus ook zeg maar nog steeds ingesteld is, hoop ik. Ja, ja, ja. Nee, maar die nog steeds ingesteld is. En dus ik wil dat denk ik in de toekomst nog meer gaan doen. Gewoon designen? Ja, ja, ja. En dus misschien nog is... Of ik ga gewoon debatteren. Ik ga gewoon de politiek debatteren? In. De politiek in? De politiek in. Nou, dan lul je iedereen zijn oren eraf, denk ik. Ja. Jij mag weer knijten ver terug. Ja, moet je weer 4 uur terug? Ik moet... Nee, denk ik niet. Ik denk 2,5. Dus, oké, gast, later. Ja, ik raakte je hand, Ik wilde dat doen. Ik tilde letterlijk mijn hand op zo. Maar toen deed jij het ook. Daardoor raakte ik jouw hand. Kut. We wilden elkaar tegelijk pranken. Oh. Nee. Niet skippen, ik hè? Ik zeg hem niet weg. Ik zeg hem niet weg. Ja, jawel. Ik doe mijn hand zo. Kom. Dat was echt kut. Doe het beter. Ik trek hem niet weg. Later, gast. Hey, fijne reis, man. Zou je even mijn mooi verslag doorsturen? Ja, als jij je verslag doorstuurt. Ja. Ik wil weten wat voor cijfer je ervoor hebt. Ja, is goed. En de kijkers denken ook. Ja, is goed. Dat laat ik weten. Hey. Was gezellig. Latto! Blijf maar lullen, die gozer, jongen. Ik ga helemaal stuk om die gozer. Net een lekker Mackie gegeten en alweer de volgende maaltijd naar binnen gewerkt. De borden zijn alweer leeg. En moet je kijken wat ik hier heb. 1, 2, 3, 4, 5... partypoppers, waarvan één echt een dik moederkanon is gewoon. Die partypoppers, die heb ik niet zelf gekocht. Die heeft de buurman gebracht en die vroeg, joh, Dom, vanavond is mijn dochter jarig. Er wordt een groot feest gehouden. Er zijn allemaal kinderen tussen de 9 en 14 jaar zo'n beetje, geloof ik. Ik weet het niet precies. En hij zei, joh, Dom, ze kijken jouw vlogs. Zou je met die partypoppers binnen willen stormen en gewoon bam en hoi? Dus dat gaan we doen. Alleen als ik een partypopper afschiet, kan ik niet... Ja, vloggen, want daar heb je twee handen voor nodig. Dus wat ik ga doen, ik ga een bodycam ophangen, weet je wel, gewoon een GoPro'tje. En dan ga ik naar binnen lopen en vol bang. Nou, dan pak ik die partypoppers maar. En dan wordt het tijd om te knallen. Ik ga beginnen met deze. En even kijken of ik deze op een of andere manier in mijn broek kan doen of zo. Ik ga sowieso even een spijkerbroek aan doen. En dan, ik zie wel hoe het gaat. Ik doe de camera aan en ik neem jullie mee. Hopelijk wordt het geniaal. Oh mijn god, ik ga het doen. Oh mijn god, kijk hoeveel fietsen er staan. Dit wordt geniaal, oké. Ik moet een beetje onopgemerkt naar de deur. Gefeliciteerd! Hoi! Hoi allemaal! Oh mijn god, dat was zo grappig. Echt, ik kwam binnen, ik schoot die partypopper af en daarna nog één en iedereen bleef gewoon zo staan. Ik dacht, er kunnen twee dingen gebeuren. Of dit inderdaad. Of ze gaan allemaal juichen, maar het was echt zo, ze stonden allemaal te dansen. Allemaal kinderen rond de 11 waren het inderdaad, 10, 11. Ze stonden allemaal te dansen, echt op hutsaam niveau, weet ik het allemaal. En ik kom binnen en ik doe bam. En ze draaien zich om. Hey Don. En daarna, na een paar minuutjes, toen stond ik gewoon met de buurman te praten. En toen na een minuutje of 10, toen kwamen ze langzaam naar me toe. Toen namen we even een foto. En toen even een praatje gemaakt met een paar. Ik heb heel lang met de buurman staan praten. Dus ja, het was wel even grappig om langs te gaan. Die gaan nog lekker feesten. En ik ga nu lekker editen.
En jullie zitten de vlog te kijken. Yes. Ik zit net te kijken of papa zijn grapje hier goed legt. Voordat ik het vergeet, de Mac counter. Klein beetje weinig licht, maar jullie zien het wel. Even kijken, waar ga ik hem neerzetten? Oh, even weghalen. Gewoon hier, denk ik. Eén duidelijke streep. De Mac counter, de eerste counter staat erop. Ik zei eerste counter, maar ik bedoel natuurlijk eerste streepje. En weet je waar ik ook een streep doorheen ga zetten deze dag? De dag is voorbij. Heerlijk dagje, ik heb ervan genoten. Echt gewoon redelijk chille dag. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik ga jullie morgen zien bij een gloednieuwe vlog. En ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Hey jongens en meisjes en iedereen en ik hou van Okswaar. Copyright. Radio uit.